Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Euro Truck Simulator en vrachtwagenchauffeur Vincent nummer 7 alweer. Het gaat zo hard, maar we gaan zeker weer de weg op. En ben jij benieuwd? Kijk dan even na het intro verder. Okay, people, let's go to work. Lekker handig, ik ben vergeten mijn gaspedaal aan te sluiten. Jongen, alles kun je nagelopen. Nou goed. Dan hoop ik dat mijn stuurnamen gereed is om te gaan rijden. Ik zou zeggen, we gaan een snelle vracht doen. Omdat we dus geen geld hebben om vrij rond te rijden in onze truck. Nou wil ik dat wel in de toekomst gaan doen. We zien hier de plaatsen die we al hebben ontdekt van de kaart. We hebben Lille al hebben een vracht gedaan. Naar Paris, naar Liegen en naar Rotterdam. We hebben nog niet zo heel veel keuzes gedaan. Dus ik ga nu kijken of we wat andere dingetjes kunnen doen. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld naar Frankrijk. Ik zie nog andere dingetjes, maar ik zou het liefst een beetje verder weg willen. Nou weet ik dat het van geld naar beneden gaat. Dus hoe verder wij naar beneden gaan, hoe minder wij verdienen. En ik denk dat wij... Even kijken hoor. Naar Liegen weer terug. Even kijken wat een mooie vracht. Ik denk dat deze vracht wel gaaf is. Dat we gewoon een Duitse vracht doen. Nou, in ieder geval van Liegen naar Mannheim. Dat lijkt me een leuke plaats. Van België naar Duitsland. Ik ben benieuwd. Ik ben er klaar voor. Ik ben benieuwd of jullie er ook klaar voor zijn om dit grote gevaar weer mee te maken op de weg. Ik heb een ander spel. Dat weet u op mijn kanaal. Dat is de... Ik ga heel voorzichtig nu rijden, jongens. Ik ga het gewoon om mijn gemakje doen. Ik maak gewoon een heel rustig bochtje. Nee, ik speel dus City Car Driving Simulator. En dat is een stuk realistischer. En ja, ik moest hier naar rechts. Dat klopt, jongens. Ik ga nu even naar achter. Ik had gewoon weer het gemist. Oké. Okay. Het gaat denk ik goed. Dan maken we een hele scherpe bocht nu. En dan zouden we vanuit het mooie... Mooie... Kunnen we deze bocht nog halen, jongens? We gaan proberen. Ja, dit haalt hij wel. Het is een heel... Jongens, oh my god. Dit is een heel smal weggetje. Jongens, staat mijn... mijn truck staat nou alweer stil. Ik heb het weer helemaal verkeerd gedaan, jongens. Ik weet het. Proberen we het zo te doen. Ja. En nou een bocht. En dan zouden we het moeten halen. Ja. Ja. Kijk, perfect. Ik leer die skills een beetje. En ik blijf me even op de rechte baan rijden. Voor het gemak. We volgen natuurlijk de rode pijl. En ik vind die omgeving altijd zo heerlijk in Truck Simulator. En ik ben benieuwd, wat hebben wij dit keer in onze... in onze rijplicht. Boomstammen vervoeren. Oh, dat zat achterop. Oeh, ja. Dat zijn duidelijk boomstammen. Nou, dan hoeven we daar geen dingen over weer te staan. We gaan naar rechts. Even kijken, komt er wat aan? Nee, we kunnen gewoon lekker even naar rechts toe. Op ons gemakje. En mijn stuur, dat zit los. Ik weet het, is een beetje rot. Er zitten zeg maar zuignapjes op mijn stuur. En als ik te veel aan het stuur trek, dan gaat het gewoon los. Nou, wat ik van boomstammen weet is dat, misschien voor een bouw. Ik weet niet, of misschien moeten we dit naar een bouwterrein plaatsen. Ik weet het echt niet. Maar we gaan even verder kijken, want ik moet even dat weg. Ik moet mijn kaart, jongens. Ja, want ik moet hier naar rechts toe. Goed dat ik het even zie nu. En we gaan richting Düsseldorf, Duitsland. Van België gaan we naar Duitsland. Ja hoor, mijn vuur. Oh, sorry. Dat moet ik even vergeten wat ik heb gezegd. Hallo, mijn vrienden, moest het zijn. Ik zei het helemaal verkeerd. Wie geht? Let's get los. En leuk dat ze dan weer van die tipi-tenden neerzetten hier in België. Ze weten natuurlijk, ja, die Belgen die weten natuurlijk niet van hoe en wat, hè. Die denken van, nou, we gaan maar een tipi-tende slaan. Die weten natuurlijk niet hoe ze een huis moeten bouwen. Nou, en volgens mij zit daar de grens van België. Als ik het goed heb. Ja, jongens, ik hou echt mijn gas gewoon keihard ingedrukt, hè. Niet dat je denkt van, die Vincent moet hier verplicht 20 km per uur gaan rijden. En dit is de grens naar Duitsland. Ja, en we zijn in Duitsland. En die man, dat is een Duitser die je net voorbij zag komen. Want die had namelijk die rijdt namelijk 300. En je mag 300 km per uur rijden op de snelweg in Duitsland. Nou ja, je kan eigenlijk zo hard rijden als je wil daar. Dat is een beetje het voordeel. En ja, we hebben niet getankt. Dat betekent dat we nu weer met het risicofactor 30 zitten. Dat wij dadelijk zonder benzine komen. Nou ja, dat hoop ik dan niet, hè.
Hè? Ik wou dat ik ook een oranje stuur had. Weet je wat, precies als dit stuur met die oranje dingetjes? Ik kan het even laten zien aan jullie. Kijk, die oranje dingen. Oeh! Oh, niks aan de hand. Oké, okay. Ik dacht van er is licht op zijn kant. Alhoewel. Oké, we maakten even een kleine rustpauze, maar we gaan gewoon verder. En er is iets mis met mijn... Ik ga kijken, wat is er mis? Schade, 1%. Boomstammen, Mannheim. Waar moeten we heen trouwens? Rechtdoor, oké. Wat hebben we nog meer? We weten dat de verwachttijdingen zijn... Kijk, we resteren de tijd 18 uur. Volgende rustmoment over 10 uur. Oh, oké, je moet een rustmoment nemen. Oké, leuk. Dus we hebben daar een rustmoment. Dat betekent dat we op de parkeerplaats mogen staan. En we mogen lekker even de bullen uit ons neus vissen. Nou, dat is altijd wel geinig. We kunnen niemand bellen. En dit is de weg. Kan ik dat nog beter doen? Even kijken. Zo, dit vind ik een betere... Ja, ziet er wel beter uit. En moment, ik doe even iets fixen, jongens. Even testen of dit lukt. Moment. Ga ik even uit de game. Schrik niet hoor, schrik niet. Kan ik een refreshje deze game? Verdikke me! Kan me niet refreshen. Nou, oké. Okay. Dan gaan we gewoon verder, jongens. Sorry voor deze onderbreking. We gaan gelijk weer door. Zo. En ik rij hier in mijn truck. En wat zien we voor blauw dingetje? Is dat een... Is dat geen flitslamp? Dat blauwe ding? Wat is dat? Ik ga voor een blauw... Oké, okay, ik weet echt niet wat het is. Nou, even kijken. Kunnen we naar links? Ja, we kunnen even naar links. We gaan even naar linker toe. En we gaan weer over een brugje heen. Prachtige brug. Een groene brug. Ziet er een beetje oud uit, vind ik. Ja, ik vind het een beetje... Ik vind het geen moderne brug. Ik denk dat dit een vrij oude brug is. Ik heb niet zo met bruggen. Ik weet niet. Ja, ik vind het toch... Ah, nee. Daar ben ik wel eerlijk over. Ik vind het toch... Oh, ik ben ineens naar de rechte baan. Ik vind bruggen toch wel heel leuk. Omdat je dan... Ja, je ziet best wel veel. Je hebt de neiging om... Ja, overal te kijken en dan zie je dat je van de linkerbaan naar de rechter gaat en van de rechter naar de middelste. En dat is juist de fantastische kracht. Nou, die auto mag er wel door. Ik ga niet zeiken onderweg. Ik ga gewoon netjes rijden. En ja, bij Truck Simulator is het juist dat je van A naar B rijdt eigenlijk. En ik hoop dat als wij natuurlijk die vrachtwagens unlocken of we kunnen eentje kopen voor onszelf, dat we dan vrij kunnen rijden. Maar ja, dan zit je met benzinegeld. Hè? We gaan toch al flinke kilometers afleggen. En ik zie dat we dadelijk een afslag moeten nemen naar rechts. En dit is een hele aparte afslag. Omdat ik dus later moet afslaan. En dan maak je een kronkel. Dus ik denk dat daar een scherpe bocht komt. Nou ja, dat weet ik bijna zeker. En het ziet er inderdaad naar uit dat het een enge, miezerige, dunne weg is. Zie je het? Ja, ik zie het al. Zo'n hele enge, dunne weg. Want ik moet eigenlijk naar rechts. Nou, laten we nu alvast bedenken van... Ik ga naar de rechte rijstrook. Huppakee. En dan staat er op Mannenhelm. Mannenhelm, daar moet ik naartoe. De Mannenhelm. Oké, dat doen we maar. En het is ook weer overdag. Ik vind het... 's avonds vind ik niks. Jullie hebben wel eens gezien dat ik in de nacht heb gereden. Ik vind er helemaal geen moer aan. Nou, ik houd gas een beetje... de rem uitgedrukt. Want we gaan nu naar beneden. Want we hebben sowieso al een beetje gas nu. Nou, en ik kan aardiger doorrijden. Maar ja, met boomstammen moet je uitkijken. Dus ik kan niet al te scherpe bocht nemen. Maar deze was perfect, denk ik. Het is sowieso lastig, ja, oma. En er zit weer zo'n busje. Zo'n Pools busje zit te vormen, weet je wel? Ik kan niet doorrijden, ik ga hem inhalen. Zo. En dan kijken we even naast. Hallo meneer, laat mij er even door. U ziet toch dat ik een grote vracht heb? Dank u wel. Zoppakee. Dank u wel. Ja, dat heb je als je niet luistert, dan... als je brutaal bent om me even niet voor te laten. Nou, in de volgende afslag gaan we naar links. En ik denk dat die... Mooie mannelijke vrachtwagenchauffeur voor mij. De NBFG, die gaat dadelijk ook naar links. Ik voel het. Ik hou wel afstand, want aan het begin ga ik te remmen. Nou, mooi niet. Ik ga gewoon langs je. Haha, dag meneer. Oh, bekeuring, spookrijden. Shit. Shit, ik moet remmen. Oké, dat heb je niet gezien, jongens. Oké, ik mag niet spookrijden. 100 euro bekeuring, joh. 100 euro. Wauw.
Ik wil gewoon die man inhalen. Bij dat busje mocht dat toch ook gewoon? Ja. Zal wel. Ik merk dat het ook wel nooit goed is, hè? Met zo'n game als dit. Het is nooit goed. Oké. Okay. Daar rijden we dan met een vracht. De boomstammen. We hebben nog steeds geen e-mail binnengekregen. Ik moet in de rechts. En het is groen. Het is rood. Het is natuurlijk rood. Dat zullen we altijd zien. Leuk. Zo. Nou, dan wachten we even voor rood. Anders krijgen we daar weer een bekeuring voor. Kan ik even mijn koffie drinken? Dat is een stevig bakkie. Kom op, jongens. Oh, wat een mooie mini. Dat is een leuk ding. Volgens mij is die weer groen. Ja. Ik zag al het licht uit mijn zijkant. En die man met die rare Mini Cooper, die gaat naar de andere kant. Mooi zo. En bussen. Nou, dat is leuk. Die zie je niet vaak. Bussen. En ik vind dit zo verschrikkelijk leuk. Zo'n land als dit. Zo'n klein weggetje. Zo'n lekker knus. Mooie landschap. Ver uitgestreken gebied. Daar hou ik van. Ja, dat vind ik gewoon mooi. En zo merk je gelijk weer, daar de Duitse vogels, boven Duitsland. Hun zweven boven Duitsland, maar wij zitten op de weg in Duitsland. Dus even sorry voor mijn uitspraak. Maar de vogels, die zitten boven ons, de Duitse vogels. En dat is een teken dat wij hier gewoon heerlijk in de Duitse vallei rijden met onze vrachtwagen, met de boomstammen. Geen idee waarom wij die boomstammen vanuit België moeten laten rijden. Misschien zijn het domme boomstammen of zo. Wat? Dat leek op een kermisattractie wat die man droeg op zijn truck. Oké. Okay. Ja, het zal wel. En dit vind ik heerlijk. Mooie berg hier rechts. La la la. La la la. Ik mis eigenlijk nog een grote sigaar in mijn mond. En dat maakt een vrachtwagenchauffeur af. Je moet gewoon een open. Je moet ook gewoon een lekkere rockmuziek draaien. Hè? Van die country muziek kan ook nog wel. En dan heerlijk. Heerlijk genieten. Want vrachtwagenchauffeurs die genieten onderweg. Ik heb het gevoel dat die gewoon genieten. Die hebben ook zo'n heerlijk. Die hebben ook echt een paar. Die gaan ook lekker stoppen bij een tankstation. En dan gaan ze een bakkie pleuren halen. Een bakkie pleuren is een bakkie koffie natuurlijk. Maar ja, voor een Rotterdamse. Voor mij is een Rotterdamse bakkie pleur. Of Amsterdamse. Ik weet het echt niet, jongens. En ik weet in ieder geval wel dat we dadelijk even moeten kijken op de route. Even in de gaten houden. Dat ik over mijn volgende rustmoment is over. Over 7 uur. Ik schrok me helemaal de donder. Ik ga even die paaltjes vinden. Ik weet het. Ik doe mijn best. Resterende tijd 16 uur en 23 minuten. Dat is wel een tijdje. Maar we kunnen over 7 uur kunnen we even een pauze houden. Een korte break. Nou, dat vind ik netjes. En daar zijn ze aan het werk. Landgravers. Duits grond. En ik zie hier nog telefoonkabels. Dat is telefoongebruik in Duitsland, joh. Ik dacht ze doen dat met zo'n koker, weet je, maar zo'n touwtje. Hier mag je wel inhalen. Ja, dus ik ga die mini even proberen in te halen. Als dat lukt, dat lukt niet. Stomme mini. Nu moet ik op je remmen door jou. En voor mij zit concurrentie, zie ik geloof ik, jongens. Volgens mij, ja, ik moet weer op gang komen, maar... Oh shit, nee, jullie zien het net niet, denk ik. Maar die vrachtwagen had ook duidelijk boomstammen achterop. En jullie weten wat mijn concurrentie gaat doen. Die ga ik gewoon afsnijden. Als mijn vrachtwagen nog op tempo komt. Hij is verschrikkelijk langzaam. Echt verschrikkelijk langzaam. Dus ik denk dat die vrachtwagen een beetje... Ik hoop dat er een stoplicht is. Kan ik hem namelijk voorbij gaan? Nou jongens, het gaat echt niet sneller. Ik probeer het. Maar het gaat echt niet sneller dan dit. Sowieso, ja, je moet niet verwachten met een vrachtwagen dat ik gelijk hard kan rijden. Maar ik geloof dat vrachtwagens wel sneller kunnen rijden dan dit tempo. Kijk, daar rijdt hij in de vette, jongens. Ik denk niet dat ik hem nog kan inhalen. Ik doe mijn best. We hebben wel een missie aangeprijsd voor onszelf. Maar ja, ik weet niet, die draw distance, als die dadelijk verdwijnt, weet je, dan is die te ver weg. Ik hou niet van concurrentie, vind ik niet leuk. Je moet geen concurrentie hebben, vooral niet met zo'n prachtige lading met boomstammen. Als dan er nog iemand is met boomstammen, hebben ze zoiets van, ja, hè. Kijk, nou zeg ik niet dat hij naar hetzelfde punt moet gaan als mij. Ik hoop dat hij nog is. Scherp bocht, jongens, halen we wel. Ja, dit halen we wel. Is hij er nog, jongens? Hij rijdt daar. Ik zag hem. Oh my god. Ik ga nu dichterbij komen. Ik mag geen fouten maken. Kijk, daar rijdt hij. Het zijn boomstammen. Ja, het zijn boomstammen. Oh my god. Het is ook een heel gaaf...
Nee, kom op, kom op. Oké, doorrijden. Maakt niet uit. Schade maakt niet uit. Als we maar die vent inhalen. En nou moet ik echt die mini inhalen. Want die donderstem ben net ook al een beetje lopen ouwen. En leuk fabriekje links. Leuk fabriekje. Kunnen we... Ik ga hem inhalen. Oké. Ja, daar is die. Concurrentie. Dag meneer, laat uw paspoort even zien waar u naartoe gaat. Hoppakee. Van de weg jij. De buien bij de wegenbelasting. Of de wegenbelasting, de wegendienst. Die gaan je auto repareren. En we gaan hier maar even tanken. En dan hoop ik niet dat die vent achter ons verder gaat rijden, want dan moeten we hem snel weer inhalen. Oké. Zo. En druk op E. Dan kunnen we even vol tanken. Houd de knop ingedrukt om te tanken. De webcam een beetje verplaatst. Hij komt weer voorbij. Hij komt weer voorbij. Doorgaan, doorgaan. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer, die vieze knicht. Oké, ja, we kunnen niet te veel tanken nu. Oh, die trein. Oh, dat treintje. Nou, dat is ook leuk dat we dat voor het eerst zien, jongens. Een Duitse trein. Zo! Zo, kijk eens even uit voor mijn spiegel, meneer. Kan ik die spiegel eraf rijden? Oh, die gaat er gewoon doorheen. Dank u wel. Komt u te laat? Maakt niet uit, ik ga even langs je. Oh, dit is sneaky, moet je kijken. Dit is sneaky, hoor. Net zo'n schaafje. Net zo'n schaafje. Oh, die man die zit nou echt op een zenuwen. Oh, kijk nou rechts, jongens, dat water. Prachtige omgeving, dit. Niet te missen. Die vent moet ik eigenlijk in dat water duwen. Maar ja, ik moet ook op tijd komen, jongens, want mijn dienst. Ik heb geen klok, hoor. Ik hou niet zo van klokken. Moet altijd op tijd zijn en zo. Oh, mijn stuur, laat weer los. Dankjewel, stuur. Blijf zitten, zuignappen. Ik heb niet gevraagd om los te laten. Ik heb jullie nog vers gelikt. Dus jullie moeten vastkleven. Mooi dit, zeg. Dit is een hele mooie omgeving. Hier zijn we nog niet geweest met z'n allen. Dus dat vind ik fantastisch om dit te zien. Kijk, hier zijn ze lekker bezig. Moeten daar die boomstammen niet van die man achter me? Zit hij nog achter me trouwens? Even kijken. Is rot sturen. Hij zit mij nu ook te pushen, hè, jongens. Agressieve rijder. Ik ga hem aangeven, hoor. Als hij nog één keer zo doet, dan bel ik de politie. En ik wacht tot hij me een beetje... Dat ik hem even kan pushen. Dus ik wacht even tot er een... Niet zo'n stelling is. En dan ga ik hem proberen in het water te duwen. Want, hey, kom op, ja, concurrentie gaat ver. Maar dit... Hij is nou agressief te worden. Daar hou ik niet van. Ja... Maar waar houdt dit op? Waar houdt die prachtige rails op? En een mooie betonnen blok. Die mag ik ook niet inhalen, zie ik nu. Shit. Hoe kan ik die man dan ooit van zijn toelie die dookje halen? Hij zit nog steeds achter mij, jongens. Zie je het? Oh, die man zoekt ruzie. Ja, dit is een beetje creepy. Want ik moet hem nou even in de gaten houden. Die man, die komt op één doel. Die wil namelijk mijn baan jatten. Dat begrijpen we allemaal natuurlijk. Dat is gewoon logisch. Dat is hier duidelijk de zaak hier. Dus we moeten eigenlijk kijken hoe we die man eigenlijk een beetje kunnen dwarsbomen. Snap je? Dwarsbomen. Dat is wel een grappig woordgrapje. Dat ik dus, ja, boomstammen draag, zeg maar. Ja. Weer zo'n kermisattractie. Zagen jullie het? Dacht ik, zeg maar niks. Maar jullie zullen vast zeggen, hé, dan hebben we weer een kermisattractie. Oké, we moeten hier naar voren. Maar ja, die man moet waarschijnlijk hier naar rechts. Dus we gaan het even afwachten wat die man gaat doen. Concurrentie. Wacht even, jongens. Komt hij, komt hij. Wat gaat hij doen? Nee! Concurrentie. Duidelijk, dat is duidelijk. Die man zoekt ruzie. Ja, en door hem regent het nu ook. Fijn. Heel fijn. En door hem kan ik ook niet
Dat zijn mijn knoppen. Wat zijn mijn lichtknoppen? Ik weet niet wat mijn lichtknoppen zijn, jongens. En ik moet daar mijn licht aan doen. Want anders krijg ik bekeuring. Oh, die man zit achter me, jongens. Oh, die word ik niet goed van, jongens. Dat vind ik echt heel vervelend. We zitten nu in stromende regen. Het is donker, mistig. Het flitst. Concurrentie achter me. Hoe lang moeten we nog, jongens? Nog 14 uur. En een rustmoment. Oh god. En ik moet mijn licht, ook vinden, jongens. Het is een ramp. Regelrechte ramp. Zonder lichten ben ik niks. Ik krijg een bekeuring. Maar ja, ik weet niet wat voor knopjes van de licht. Ik moet even lichten gaan zoeken, jongens. Ik moet even mijn licht, want anders ik krijg echt problemen. Ik krijg weer bekeuringen. Besturing. Nee, daar moet ik niet zitten, jongens. Goed dat je zeggen dat ik het toetsenbord moet klikken. Lichtmodi. Kijk, er staat niet eens een toets op. Nou, dan doen we die. Zo. Nou, nu heb ik tenminste licht. Dan kunnen we weer rijden. Kijk. Licht. Dat bedoel ik. Dat hebben we nodig. En ik hoop dat ik van mijn concurrentie die lichten eraf heb gereden gewoon. Zo. Ik weet ook niet waar ik ben nu. Voor mij ben ik een soort van verdwaald, weet je wel. Lost in this world. Even get lost in this world. Oké, die man. We gaan er maar even uit dat die concurrentie maar hier naar rechts gaat. Want daar moeten ook bovenstammen komen. Nou jongens, willen jullie weten hoe dat afloopt? Kijk de volgende keer weer naar een vrachtwagenchauffeur Vincent. En dan zien jullie of ik deze vrachtwagen ga halen of niet. Tot dan!